De TU in Eindhoven is weer een nieuwe torenrijker, genaamd Flux. Het gebouw biedt een nieuw onderkomen aan de faculteiten Electrical Engineering en technische natuurkunde. Nou, er zijn zoveel dingen die mooi en belangrijk zijn aan dit gebouw, maar één ding wat vooraan op de lippen ligt, dat is de ruimtelijkheid. De openheid, het licht, de transparantie. We denken ook dat uh, met het samenwonen van die twee faculteiten in dit zo mooi door Herman Herzberger vormgegeven gebouw, er allerlei nieuwe initiatieven van samenwerking gaan komen binnen wetenschap en binnen onderwijs. En dat is voor mij het mooie van Flux. De komende maanden trekken er 850 medewerkers in het gebouw van 26.000 vierkante meter en 12 verdiepingen. Vanaf komend studiejaar biedt Flux ook plek aan ruim 1300 studenten. Naast collegezalen en studieruimte telt het gebouw ook. 10 koffiecorners, leeszalen en een Albert Heijn to go. Flux is het tweede project in een serie van in totaal vier projecten waarmee de universiteit bezig is de huisvesting te vernieuwen. Eerder werd het eerste project Metaforum opgeleverd, het centrale ontmoetingsgebouw. In totaal investeert de TU Eindhoven 250 miljoen euro in alle nieuwbouw.